CIW willen wij een centrale spil vormen die de nodige transities in het waterbeleid ondersteunt door de verschillende actoren samen te brengen in een sterk netwerk. Goh, wat ik zelf meeneem van het event is dat er heel veel meer komt kijken bij het hele integrale waterbeleid dan dat je zou denken. Hè. We gaan die gletsjers die er zijn redden. En ik zei nee, we gaan gewoon nieuwe bouwen. En gaat dat lukken? Oh, misschien niet. We gaan er heel veel van leren. Ontzettend veel. De boodschap die men naar huis zou moeten meenemen is een boodschap van het omarmen van kunstenaars en creatievelingen. Om in allerhande werkgroepen niet alleen de technische mensen te steken die we waanzinnig hard nodig hebben en die waanzinnig interessant werk doen in Vlaanderen, maar dat we ook andere mensen nodig hebben die zo sterk zijn om onzichtbare dingen zichtbaar te maken. Maar niet alleen dat, maar die ook ondenkbare dingen zichtbaar maken. Het gedeelte van aquathermie, daar wist ik nog niet veel over. Over hoe dat warmte eigenlijk uit afvalwater kan gewonnen worden. De meest typische toepassing is eigenlijk dus inderdaad dat je oppervlaktewater met een aantal graden afkoelt. Hè, en die temperatuur gebruikt om dan toe te passen in gebouwen en verwarming. Wat ik van vandaag vooral meeneem, is de hele grote hoesting om samen te werken. Er zaten hier heel wat mensen rond de tafel met heel veel innovatieve ideeën rondom water. En die neem ik mee in mijn projectleiderschap van Waterlandschap. Dat het aanpakken van de wateruitdaging niet een technologisch vraagstuk, maar zeker een socio-economisch vraagstuk is over hoe je met mensen samenwerkt, in vertrouwen stappen vooruit kunt gaan zetten en dat we daar volop op moeten gaan inzetten. En dat we dus echt out of the box moeten beginnen denken, op zoek naar oplossingen die we nu nog niet kennen, maar waar we echt volop moeten op inzetten om in de toekomst naar een meer robuust watersysteem te gaan. En dat zal een combinatie zijn tussen dialoog voeren lokaal, artificiële intelligentie en al de expertise die beschikbaar is vanuit de wetenschap om dat goed samen te brengen. Dat neem ik vandaag mee en daar heb ik veel hoop toe. Het waternetwerk is een heel ruim netwerk, maar er zijn natuurlijk heel veel crossoverpunten. En op zo'n netwerkevent kun je natuurlijk ook van elkaar leren en ik denk dat dat heel belangrijk is om dat ook te gaan faciliteren. Omdat al die mensen dan samenkomen, iedereen wordt een beetje gemotiveerd, gedwongen om uit het bureau te stappen en naar inspirerende presentaties te luisteren. Hè. Ook al is het uw domein niet, volgens mij kan je gigantisch veel leren en dan zie je de big picture. En vaak zitten wij nogal in onze eigen tunnelvisie en ik denk dat dagen zoals vandaag, zoals die CIW Inspiratiedag, is wel nuttig denk ik om nog eens te kijken met wie dat met wat bezig is. En ook heel belangrijk om te kijken hoe dat we nog meer die connectie kunnen leggen tussen partners, organisaties, waar dat we in het dagelijks leven niet altijd mee in contact komen.